Wat minder leuk is, is dat Trixie besloot, toen we terugkwamen van de uitlaatsessie, om hier in mijn slaapkamer een enorme dikke drol neer te leggen. Pa, ja. Kan je even meekomen? Oh. Nou ja, je hebt dit wel aardig netjes gedaan, vind ik. Netjes? Ja, het is trouwens mijn bed. Ja, maar die niet op je bed. Jawel, ze heeft hier gezeten, mijn bed. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze eerste woensdagvlog. Het zal even wennen zijn misschien, woensdag, maar ook een mooie manier om even zo je week door te zagen. En deze week ben ik de 10.000 abonnees gepasseerd. Yes! Bedankt voor het abonneren. Heb je dat nog niet gedaan? Doe dat dan snel even. Hartstikke leuk. Ben ik erg blij mee. Al het harde werk en energie die ik in de vlog stopt, krijg ik dus terug van jullie. Heel veel liefde, heel veel leuke reacties. En de honden vinden het ook helemaal geweldig. Nou, in ieder geval heel veel kijkplezier met deze woensdagvlog. Mijn pa is lekker aan het sturen. We liggen voor anker in de Gouden Ham. Echt een prachtige plek. En je ziet daar een ventilator. Het is echt bloedheet vandaag. Ja. Minimaal. Hier zit ik even uit te puffen. Hè? Ja. Stroopwafel eten tussendoor. Dat kan ook allemaal gecombineerd worden. Trixie ligt uit te puffen. Maar we hebben een prachtig plekje. We gaan hier vannacht dus blijven voor anker. En dan gaan we even genieten. Vanavond eventjes hier een lekkere maaltijd maken. Wat groenten grillen. En dan straks even lekker een plons nemen. Het is denk ik 233 graden, wow. Maar het voelt als 40, omdat luchtvochtigheid is heel hoog. Dus we gaan straks lekker even afkoelen. En dan als we de honden willen uitlaten, dan gaan we gewoon die kant op met het bijbootje. Het kan allemaal geregeld worden. Het is eigenlijk voor de eerste keer dat ik voor anker ga, in de zin van dat ik blijf overnachten s'nachts. Maar het is rustig weer, dus het moet kunnen en die moet ik ook afgevinkt hebben. Ja. Nou, we hebben dit keer een anker koffie. Ja. Ook leuk, met een stroopwafel. Chico, er zit niks van jou bij. Nee. Tijdens het koken komt er een keer een hele school ganzen voorbij. Ongelooflijk honderden. Ja, dit is nog eens een keer een setting even. Ja, zeker wel. Ik zorg er wel voor dat jij vitamines krijgt. Nou. Gele paprika, rode paprika, uitje, ja. Courgette, aubergine. Lekker met, ja, Italiaanse kruiden. Ja. Het is niet mignon, maar ik doe het op mijn eigen manier. Lekker met een grillstreepje. Kijk, hier zie je dat grillstreepje. Ja, mooi. Ja. Helemaal top. En dit hebben we vanmorgen gehaald bij een soort supermarktje die alleen maar van die verse producten verkoopt. Dat is echt heel grappig. Ja. In Heusden. En daar hebben we ook deze overheerlijke spijtjes vandaan. Bij. Nou, zien die niet dat lekker uit? Ik vind het gezond wel. Nee, maar dat is met liefde bereid. Dus okay, we gaan straks eten. Het is al niet zo vroeg meer, het is al over 9. Ja, maar we hebben genoten van de avond. Ja. Super lekker. Kijk, ja, maar dit is toch een uitzicht? Ja, dat kan je niet weten. Nee, toch? Niet weten. Nee, is schitterend, ja. Uitzicht dit mooi, tijdens het koken. Dat ja, top. Komt helemaal goed. Toppie. Jullie hebben er ook zin in, zeker? Ja. Niet? Ja. Die wijken jullie zijn weer ondeund, want je was dat weer een kussen aan het trekken. Dan moesten ze eraf leren, Kees. Ja. Ja, vanochtend hebben we vanmiddag heel kussen kapot gemaakt. Ik weet niet hoe, maar... En nu waren ze weer met die man bezig. Stout zie je die soms, hè? Eens, pa. Het goede leven, toch? Ja, dank u wel. Wijntje erbij. Ja, heerlijk. Vitamintjes. Ja, helemaal goed. Smullen. Ja hoor, zeker. We gaan aanvallen. Ja.
We zijn opgestaan in deze oase. Niet normaal, pa, waar we liggen. Ja, super, ja. Vanmorgen werden we gewekt door de koeien die aan het blaten waren. Ja, maar ik heb nergens koeien gezien. Nee. Alleen gehoord. Alleen twee honden. Ja. Ja. Nee, het is echt een prachtige omgeving. Ja. Zandafgraving, hè? Zandafgraving, doen inderdaad. Ze veel langs de Maas, hè? Zand, grind. Meer in Limburg is het grind en hier is allemaal zand. Ja, begin de dag met een stukje informatie naar de mensen toe. Hartstikke leuk. Maar we hebben een probleem, want Trixie heeft een stukje obstipatie. Ja. Die heeft al een paar dagen niet gepoept. En nou, het is natuurlijk ook zo dat als je zo mooi ligt als wij liggen en zo vrij, betekent wel dat je ook je honden wel moet uitlaten. Ja. Met de rubberboot gaan we ze weer aan land brengen. Ja. En dan even uitlaten. Dat gaan we doen. We gaan met de rubberboot gaan we naar de overkant om daar even de doggies uit te laten. Chica, waar ben je? Ja, want er is hij. Hij is er helemaal klaar voor met zijn zwemvestje aan. Op naar de overkant. Dat is dus daar. Dan kunnen we ze even lekker uitlaten. De hondjes zijn uitgelaten en we zijn weer terug op de VB002. Trixie, die had vanmorgen niet zo zin om te poepen. En de afgelopen dagen ook niet. Ze zat een beetje stress in het lijfje misschien. Kan je het beestje ook niet kwalijk nemen. Maar wat minder leuk is, is dat Trixie besloot, toen we terugkwamen van de uitlaatsessie, om hier in mijn slaapkamer een enorme dikke drol neer te leggen. Echt, dit is zo smerig. En het plasje heeft ze hier gedaan. Een paar weet nog van niks. Ze zit lekker te chillen voor op het dek. Maar ik ga hem eens even de blijde boodschap brengen. Dat hij aan de slag moet. Pa, ja. Kan je even meekomen? Even meekomen? Ja. Iets bijzonders. Ja, ik heb een boodschap voor je. Boodschap voor me? Nou kijk, dat is niet zo gek. Nou, van Trixie. Kom maar even verder. Je moet die kant op. Oh. Nou ja, ze hebben dit wel aardig netjes gedaan, vind ik. Netjes? Ja, het is trouwens mijn bed. Ja, maar die niet op je bed. Jawel, ze heeft hier gezeken op mijn bed. Ze heeft een plasje gedaan op mijn bed. Dat is niet zo erg, maar... Ja, er moest wat gebeuren, hè? Ja, er moest wat gebeuren, maar waarom doen ze dat in mijn hut? Ja, ja, als ze bij mij zou doen, mijn deur zit dicht. Dat is verschil, denk ik. Nou, je kan dus even aan de slag. Ja, ik ga het even je zat wat te chillen voor op het dek, maar... Ik heb gelijk de water laten. Ja, toch? Dat doen wij ook. Ja. Mag je hond ook wel. En de schuldige die zit achter je. Ja. Wat is er dan? Toch niks aan de hand, hè? Nee, niks aan de hand. Zo, dit is een veel. Het is niet zo dat het helemaal niks is. Het is echt... Ik ben de jaloers op. Het is voor mij ook voor 2 dagen. Laten we op de water. Het is toch een flinke plas geweest hoor. Kijk hier. Het zit zelfs op het matras. Gadverdamme. Het wordt tijd voor een elektrische anker hier. Zo. Ik wil zeggen. Achter het roer hoor. Ja. Ja. En vandaag gaan we richting Kuik. Kuik inderdaad. Kom langs Graven. Misschien dat we daar even binnenvaren, dat we even een broodje eten. Ja. En morgen wou je een rustige dag hebben toch? Ja, morgen moet ik even gaan monteren. Ik moet ook werken natuurlijk. Ja, anders heb je zondag geen vlog. Hè? Daarom. Het lijkt allemaal wel vakantie, maar dat is niet helemaal waar. Want jullie zitten deze vlog te kijken en dat komt niet aanwaaien natuurlijk. Nee. Maar het is weer een prachtige route vandaag. Het is 32 graden.
Ja. En we staan hier prima op de flybridge. Je hoort misschien de wind weer een beetje in de microfoon, maar dat is heerlijk verfrissend. Ja, dat is wel nodig eigenlijk. Zeker. Ja. En ze geven wel minder weer op de aankomende dagen, dus we gaan er nog even van genieten. Ja. Maar het is een prachtig avontuur wat we hier aan het beleven zijn. En ik laat even de route zien op de kaart die we nu aan het varen zijn. Ja. VW 004. Ja. Zo briljant, zo'n blokhutje. Ja. Dat is goed, die heb ik ook in mijn tuin. Ja. Voor de tuinspullen. We liggen nu in sluis graven en dat is de eerste sluis van vandaag en meteen ook de laatste. En het is weer een flink stukje wat we omhoog gaan hoor. Het zal een meter of 3,5 zijn dit keer. Dus trossen vast, schroeven uit. Nee, we hebben dat wel goed op de rol, deze weer samen. Ja. Hè? Ja. Het ziet wel eens anders. We liggen prachtig weer in het plaatsje Linde, dat ligt vlakbij Kuik. Jachthaven, het Loo. Hele mooie plek en het zonnetje schijnt nog rijkelijk. Pa is net even boodschappen wezen doen. Ik ben even wat bezig geweest met de vlog monteren. Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Ja. Maar ik ben in Kuik geweest, maar dat was wel 1,6 km fietsen hoor. Ja, een pittig... Appiein. Ja, en ik kan zien door weer is dat bier was wat allemaal op. Ja, dat is wel een probleem. Ja, dus ik kon geen eens van die kleine blikjes Heineken. Moet ik ook van die grote nemen. Nou ja, zo erg ook niet. Ook niet zo erg. Nee. Zijn fiets staat op de steiger. Nou, we gaan er een rustig avondje van maken. Ja, even eten hier hè. Even eten hier in het restaurantje. Ja. En dan straks nog even zwemmen met de honden, want dat kan je hier ook. Hartstikke leuk. En morgen weer een nieuwe dag. Ja. Het wordt wat ander weer volgens mij hè, geef eens op. Nou, ik weet niet. Vouw mee, het is nou een beetje te warm ook. Dat is logisch, hè? Dat is waar. Ja, kom best goed. Warm, hè, Chico? Ja, Chico heeft net lekker gezwommen. Dus die is, heeft lekker af kunnen koelen. Hè? Ja. Morgen, Kees. Het heeft geregend, hè? Het heeft flink geregend, ja. Ja, maar kort. Vlaag mee, hè? Even lekker een verfrissend buitje. Ja. Even voor het stof. Maar het is wel goed dat we het boot afgesloten hebben. Ja, we hebben de Bimini even eraf gehaald. Ja. En de tent dicht gedaan voor het eerst. Nou, ik denk in 2 weken dat ik de tent dicht heb gedaan. Kijk, zie je het er. Maar slaap je een beetje goed hier in je hut? Mensen hebben jouw hut natuurlijk ook nog niet gezien. Nee, prima, prima. Dit is de voorhut. Alleen niet dat je denkt dat ik lekt. Maar het dakje. En jij gaat eraf. Niet op mijn bed. Nee. Nee, nee. Het heeft er gewoon door nog. Oh, ik denk, ja, het kan de leeftijd zijn natuurlijk. Heel begrepen. Ja. Maar in dit geval is het te verklaren. Ja. Dat dat luik, ja, dat luik dat komt uit het jaar Kruik. Dat lekt aan alle kanten. Ja. Daar moet ik eens een keer wat op verzinnen. En
kussen ook even opschudden, zeg maar. Ja, je kussen opschudden, nou dat is ook weer gedaan. Ja. Maar nou, hartstikke goed. We gaan even een bakje koffie zetten. Ja, ja. Dan, Chico, ga jij eens even daar naar Chico erboven? Chico? Ja. Nou, ze zitten weer helemaal klaar voor om de dag te beginnen. Als de vakantie voorbij is, dan zullen ze elkaar missen, joh. Ik denk het wel, ja, ja. Tuurlijk, het gaat er samen. Samen liggen ze slapen. Ze zijn zo leuk samen. Ja, ze hebben zo lol samen. Ja. Alleen, Trixie ging er weer vandoor gisteravond, ja, hè? Trixie die ging gisteren verkozen door het hazenpad. Ja. Tussen de spijlen van het hekdoor. Ja, het is zo'n leuk hondje. Ze is super lief. Echt een schoothondje. Maar als ze er vrijheid ruikt, ja. Als de lijn losgaat. Spijlen ze zo'n stukje uit elkaar. De kop komt er net erheen. Ja. En toen was ze met de heupen, echt met de heupen. Zat ze te wringen? Ja, ja, toen hebben we met een zaklamp zijn we nog op zoek gegaan naar Trixie. En we konden jou gelukkig vinden, hè? Ja. Nou ja, avonturen. Het is en blijft een straathond, hè, ja. Die in één keer aan een lijntje zit. Ja, zo is het eigenlijk, hè? Ja. Maar, goed. Maar hij is niet ongelukkig, denk ik, hoor. Nee, ze ziet er niet ongelukkig uit. En Chico ook niet, trouwens, nee. Hè? Nee, jullie moeten goed, jullie passen goed bij elkaar, hè? Je kijkt een beetje verdrietig. Ja, ik heb mijn zwembroek, ik heb een nieuwe zwembroek van Esther van mijn dochter gehad. Ja, een mooie zwarte zwembroek. Hele mooie zwarte. Je hebt, iedereen heeft je erin zien shinen. Ja, maar nou had ik hem te droog hangen aan mijn fiets. Ja. Die staat voor. En, ja. En met een goede knoop en om het zadel heen. Met een goede knoop? Ja, niet goed genoeg blijkbaar. Want hij is gaan zwemmen. Ik heb je oude zwembroek weer. Oh ja, nou die is prima toch? Ja, nou ja. Er zit ook een binnenbroek in. Ja. En dus hoe oud is die? Nou, rond de 25. 25 jaar oud. Ja, maar ja, die slijt niet. Kun je nagaan, die is 25 jaar oud en de nieuwe zwembroek die heb je nog geen week gehad. Ja. Ja, dat is wel jammer. Ja, maar ja het is niet anders. Zoals je ziet hebben we de Bimini eraf gehaald. Die ligt hier. Die kan ik trouwens best wel makkelijk opbergen als ik hem niet gebruik. Die past precies hier in dat gedeelte waar het frame van de kap zit. En, nou, de kap hebben we er overheen gedaan, maar, oh je ziet het, de eerste zonnestralen die komen er weer door. En het belooft vandaag weer 31 graden te worden. Ja. En we hebben bedacht om lekker een dagje hier te blijven liggen op de Kraaiveldse, op de hoeveelheid? Kraaiveld, ja, die plassen. En dan, en dan Chico, nee, over plassen gesproken ligt een, dat die vlek op je matras is nog groter geworden. Ja. Dus ik denk dat je daar even wat aan moet gaan doen. Nee, ja, dat droogt vanzelf weer. Ja. Je hebt dus gewoon water. Je moet een nieuw dakluik, een vluchtluik heb ik. Vluchtluik, ja. Of althans een rubbers vernieuwen. Het kan allemaal niet meer, nee. Nee. Maar goed, we blijven dus een dagje liggen hier. Chico die ligt zich er ook bij neer. Het is een mooie plek en we gaan even een strandje opzoeken. Even een dagje in die vader, is ook lekker toch? Ja, prima. Kijk, zie je, hij is nog even aan het kijken hoe dat heeft kunnen gebeuren. Even een soort reconstructie in gedachten van hoe heeft die zwembroek het ruime sop kunnen verkiezen. Lekker bezig die oude dekzwabber. Ja, gelijk maar gebruik van maken natuurlijk van die regen die is gevallen. Om eens even die boot lekker op te poetsen. Moest er een keer van komen natuurlijk. Code oranje. Code oranje. Hier is het ook code oranje. Ja, op de bank. Het is net het Nederlands elftal. Ja. Daar liggen ze. Nou, wel lekker even zo'n verfrissend buitje. Ja, zeker. En, het gaat even te keren. Bed komen dan voor. Ja, je bed. Ja, inderdaad. Maar ook je bril. Laat natuurlijk. Even je bril zien. Ja, dat is niet zo erg. Je bril is ook weer helemaal... Ja, maar mijn bed is gekker. Ja, je... Want, ja. Dat luid rechts. Ja, dat klopt. Ja. Daar had ik uit een duct tape overheen moeten plakken. Ja, maar dat is nog niet gebeurd, nee. Nee. Lukt het? Ja, heel goed.
Nou, de matroos is weer drukkende weer. Ja. We hebben zojuist de haven, hoe heet het? Nou, op de Kraaienbergse Plassen. Ja, jachthaven Het Loo. Het Loo, zo was het, ja. Heel leuke haven. Ja. Lekker rustdagje gehad, we hebben ervan genoten. En, maar nu staat er weer een volle vaardag op het programma. En dat programma is dat we richting het leuker meer willen. Nou, dat klinkt al hartstikke fijn natuurlijk. Goeie verhalen over gehoord. Het is vandaag lekker Hollands weer. Van alles nog wat. Gelukkig niet zo warm als de afgelopen dagen. De route vanuit de Kraaienbergse Plassen naar het leuke meer is 33 kilometer. En misschien stoppen we onderweg wel weer ergens. Ja, heb je alles weer onder controle? Ja, jongens, zitten. De honden zitten weer op de haan. Liggen. Van het helikopterdek. Ja. Goed zo. Nou, pa, je moet hier bijna bukken. Je hebt zo'n elektriciteitsdraad in je nek. Kijk hier. Ja, maar die bangen hangen. Zo, dat hangt laag. Dat is niet normaal. Maar toch een soort walstroom dan. Mijn boegbeeld van deze vakantie. Theo en zijn harem. Zijn roedel. Nee, hoor. Dit is dus de entree van de Kraaienbergse Plassen en dus ook de exit. Ja, je zou niet verwachten dat er zo'n mooi gebied schuilt achter dit. Nou, dat heeft eigenlijk ook wel weer wat afwisselend. We gingen net trouwens de hondjes uitlaten bij camping Het Loo, daar hebben ze een leuk strandje. En ja, ook daar heb je ook camperplaatsen. Daar werden we gewoon drie keer herkend of zo door mensen. Hey Kees en Chico, leuk, mogen we op de foto? Het is voor mij echt wennen. Ik weet niet wat me overkomt. Ik heb heel veel met bekende Nederlanders gefilmd voor shownieuws. En nu ja, begint dat een beetje erop te lijken dat ik dat dan word of zo. Een soort BN'er in de dop, geen idee. Maar het is gewoon heel leuk om te zien wie jullie zijn, de kijkers, omdat ik nu in het land natuurlijk aan het varen ben, zie je ook echt de gezichten achter de getalletjes achter YouTube. En dat is hartstikke leuk. Net hier ook op het water. Hey vlogger, veel plezier, goede reis. Nou, bedankt voor al jullie steun. Ik probeer nog heel veel meer video's te gaan maken natuurlijk. Het is mijn passie en ik hoop dat je dat er vanaf ziet. Dus daar geniet ik van. Ik hoop nog heel lang dat te kunnen blijven doen. We varen nu langs Kuik en dat is de prachtige Sint-Martinuskerk. Wat een ding, joh. We liggen in sluis Sandbeek. Nou, daar gaan we weer. 3,5 meter omhoog. Alweer. Er komt geen einde aan. Ja. Moet ook weer een keer omlaag, hè? Ja. Maar dat gaat makkelijker, hè? Ja. Gaat zijn eigen waterdruk. Nee, maar dat gaan we in België doen, denk ik. Later. Dat denk ik ook, ja. Je ziet achter mij gaat de sluisdeur dicht. Het laatste motorjachtje is naar binnen gegaan. En dan kunnen we omhoog. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart. So rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill. Don't need it all. We varen midden op het Leukermeer. Ja, het nou, en leuk is het. Ja. Het is een en al waterrecreatie hier. Nou, wij zijn hier vroeger een keer op de camping geweest, heel vroeger. Ja. Zoveel vroeger dat ik het bijna niet meer weet. Had ik zo'n heel klein zeilbootje. Ja. En ook met een vriend samen zeilen geweest, net zolang dat we het een beetje begrepen. Hier heb je eigenlijk leren zeilen. Hier heb ik leren zeilen, ja. Ja. Wat leuk. Maar er gebeurt van alles hier, dus we gaan even kijken waar wij kunnen gaan afmeren.
of voor anker of gewoon in een haventje. Dat is ook wel weer relaxed natuurlijk met de honden, kunnen ze zo van boord. We gaan eens even kijken waar het schip strandt. Dat was hem dan, de eerste woensdagvlog. Zondag om 10 uur zit je natuurlijk weer klaar voor het vervolg van onze vaartrip richting Maastricht. Ja, Chico wil er even bij volgens mij. Ik wil je weer hartelijk danken voor het kijken. En heel graag tot de volgende bestemming. Doei!